Thailand en Cambodja twisten al tientallen jaren over het grondgebied rond een eeuwenoude hindoe-tempel van Pre Vihar. Beide partijen beweren dat de ander als eerste het vuur heeft geopend. Om verder geweld te voorkomen zal er vandaag worden overlegd door de militaire leiding van de troepen aan de grens. Een maand geleden trok Thailand met 100 militairen de grens over, vlakbij de tempelruïne. Cambodja stuurde ze toen terug. Gevechten bleven op dat moment uit.